Alles goed, vriend? Ja. Mooi zo. Ben je er klaar voor? Ja. Mooi. Ik heb een vraag. Ja. Wat is de grootste blunder die u ooit gemaakt heeft? Dat is nooit leuk om over blunders te hebben natuurlijk. Uh-huh. Maar de grootste blunder. Ik denk dat het in de jeugd was, nog bij Fortuna Wormerveer. Toen heb ik wel eens een terugzetbal. Echt, toen miste ik die hele bal. Maar gelukkig maak ik niet zoveel blunders. Bij welke club bent u begonnen? Ik ben begonnen met voetballen bij VV Knollendam. Dat is een heel klein clubje. En echt een heel kleine club met één veld. En toen ben ik op mijn 10e naar Fortuna Wormerveer gegaan. Dat is in de Zaanstreek. En daarna bij FC Volendam. Dat ken je ook wel, toch? Ja. En dat was tot afgelopen zomer. Ja. En toen heb ik een half jaar in Bulgarije gevoetbald. Kiep. En nu bij Almere City. Wou je vroeger al voetballer worden? Ja, altijd. En tot mijn 19e was ik bij een amateurclub. Dus ja, ik ben pas heel laat profvoetballer geworden. Ah. Welke club zou u nog meer willen spelen? Ik zou zelf heel graag in Barcelona willen spelen. En van Nederland? Ja, alle topploegen in Nederland zou ik wel graag voor willen spelen. Wat is jouw droom voor later? Om te spelen bij Ajax. En ook natuurlijk Almere City. Ja, tuurlijk. Eerst het eerste van Almere City en dan Ajax. Ja. En dan naar Barcelona. Nee, Paris. Paris Saint-Germain. Nee, eerst Manchester United. Ons derde Manchester United. Ja, dat zijn mooie clubs. En hoe oud ben je zelf? 9. En ik zit in de 10. Dus over 10 jaar zit je in het eerste van Almere City? Ja. Mooi. Goed zo.